zeggen dan, onderweg in de McLaren 675 LT Spider. Spectaculaire auto. Maar laten we even bij het begin beginnen, want wat betekent 675 LT Spider nou? Klinkt een beetje cryptisch. Valt allemaal wel mee. McLaren is dus sinds een paar jaar geleden begonnen met het maken van straatauto's. Begon met de Super Series, zoals ze dat zelf noemen. Eerst de MP4-12C. Evolueerde daarna in de 650S. En er is nu een iets snellere variant van gemaakt. Kijk, Ferrari, Porsche, merken waarmee McLaren op het circuit concurreert, nu dus ook op de openbare weg. Die hebben dat ook lichtere, luidruchtigere, scherpere auto's voor de echte liefhebber van rijden. Porsche noemt ze RS, naar Rennsport. Ferrari die plakt er altijd een ander merkje op. Speciale, of Scuderia, of wat dan ook. Lamborghini bijvoorbeeld kiest voor SV, Super Veloce. En McLaren kiest voor LT, dat staat voor Long Tail. Nou heeft dat niet te maken met het feit dat deze auto een langere staart heeft, een grotere spoiler, wat hij daadwerkelijk heeft. Nee, het is een verwijzing naar de McLaren F1 Long Tail. En dat was dus de snellere, scherpere, meer circuit gefocuste variant van de legendarische F1. De eerste echte straatauto van McLaren, die in de jaren 90 in een beperkte oplage van ongeveer 100 stuks werd gebouwd. Dat is een absolute legende. Die naam die willen ze dus koesteren. Long tail dus. Nou, 675 staat heel simpel voor 675 pk. Makkelijk toch? Nou, vorig jaar kwam er dus een coupé van uit. Oplagen van 500 stuks. En blijkbaar zat de markt daarop te wachten. Want paf, binnen 2 maanden was hij uitverkocht. 500 stuks. En McLaren die beweerde van begin af aan, ja, er komt geen Spider helaas. Want het is een circuit gefocuste auto. Die wat ons betreft alleen voor maximale prestaties is gemaakt. Ja, daar past het concept Spider nou helemaal niet bij. Ja, op een dag keken ze bij McLaren daar in Woking door de Luxaflex naar buiten. En wat zagen ze? 500 boze miljonairs die met een blanco cheque liepen te zwaaien. En zeiden, wij willen dat jullie nog eens een keer 675 LT's bouwen. Hè? Wel Spiders. Ja, dat is natuurlijk een heleboel geld die je dan aan wordt geboden. En ze zijn toch maar overstag gegaan. Dat is misschien ook wel goed ook. McLaren is altijd een beetje een serieus bedrijf geweest. Die misschien een beetje onderwezen moeten worden door hun eigen klantenkring nog. Niet altijd helemaal perfect en op maximale snelheid te gaan. Maar dat er ook zoiets is als beleving, dat mensen sportwagens kopen om lekker in te rijden. En daar past natuurlijk een dakloze variant heel goed bij. Ik zal even een korte demonstratie geven, wat ik bedoel. Koleer, wat gaat dat hard. 675 pk, dus bij iets meer dan 1200 kilo. Krankzinnige prestaties. Nou, stap 1 van het dak open doen, wat natuurlijk bij deze McLaren omgaat, is hier dat dakraampje naar beneden. Dan kun je de motor nog beter horen. Komt die. Met het dak open zoals het hoort in de 675 LT Spider. Geniet vooral even met me mee. Dat was 200. Daar heeft er maar 8 seconden voor nodig. Dit is een bruut volhouden, dit ding. Reken maar dat McLaren de goede beslissing heeft gemaakt om tegen wil en dank toch maar die 675 LT te gaan maken. Het hoeft dus blijkbaar niet altijd alleen maar om pure performance te gaan. Soms een koop in een supercar is dit ook alleen maar om lekker te genieten. En dat is. Dat gaat nou eenmaal net even wat lekkerder met het dakje open. De knal, plof, bries van die motor. Heel fijn ook, onder deze iets wat vochtige omstandigheden, is het ESP van McLaren. Ja, je kunt wel verwachten van een team dat natuurlijk al meer dan 40 jaar in de Formule 1 actief is. Die zijn heel erg goed in het afstellen van de elektronica om je op de weg te houden. De traction control, de ESP systemen. Je kunt onder alle omstandigheden gewoon optimaal genieten van het vermogen dat je tot je beschikking hebt. En de grip.
snelle auto. Nou, ik wil hem. En dat levert helaas twee probleempjes op. Eén, ik heb geen 400.000 euro. Bij lange na niet, natuurlijk. Hè? Twee, hij is al lang uitverkocht. Twee weken nadat McLaren aankondigde dat deze auto zou komen, alle 500 stuks gone. Ja, en zo hard gaat het bij een verzamelaarsobject als dit. Dan kun je jezelf terecht afvragen, waarom zit ik dan nog naar deze video te kijken? Wat doe jij? Dat heeft te maken met het feit dat McLaren nog een heel jong sportwagenmerk is. McLaren is nog in de groei. Die willen graag wat feedback. Wat vinden jullie van onze auto's? En als het goed is, vertel het door aan jullie lezers en kijkers. Nou, bij deze. En ik kan nog maar twee dingen terugzeggen tegen McLaren. Eén, bedankt. Het was een fijne dag. En twee, keep up the good work.